Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Ieder jaar doe ik een beauty make-up tutorial voor kerst. Het is gewoon de kerstlook. It's a thing. Maar dit jaar dacht ik, weet je wat? Wat willen de mensen zien? Jullie willen massaal sushi make-up. Jullie willen koek decoreren, gingerbread houses, make-up, haar, recept. Ik dacht, weet je wat? We doen alles bij elkaar in één video. Dit is de kerstspecial van 2021. I hope you enjoy. En we gaan beginnen met het recept. En het recept wat ik ga delen is die van Bark en dat ziet er zo uit en het is zo makkelijk om te maken. Wat je nodig hebt is een bakblik of bakschaal en een vel bakpapier en repen chocola, wit, melk, puur wat jij lekker vindt. Je kan er ook eentje kiezen, ik maak een mixje. En verder toppings zoals deze zoute stokjes, in Amerika gebruiken ze allemaal. Pretzels, een beetje hetzelfde, maar ook bijvoorbeeld candy canes. Koekjes, nootjes, gedroogd fruit. Eigenlijk alles wat je lekker vindt of wat je over hebt in huis, kan je erin gooien. Echt ideaal. M&M's, dat soort dingen. Oké, je gaat als volgt te werk. Sommige dingen kan je kapot maken als je denkt dat het fijner is. Zoals bijvoorbeeld deze candy canes. Die zijn heel hard als je het er puur in zou doen. Maar door ze te crushen, wat Gregor hier doet, krijg je een beetje een soort van poeder met die smaak, maar wel die kleurtjes ook. Ik vind het ook zelf leuk om bijvoorbeeld de M&M's eruit te halen in bepaalde kleuren, zoals nu met kerst. En verder kan je ook juist hele grote dingen erin gooien, zolang ze maar goed makkelijk breken. Nou, dan ga je de chocola smelten en ik doe één pannetje voor wit en één pannetje voor melk. Tip, kijk op de bakplaat hoeveel chocoladerepen erop passen en hoe dik die dan wordt. En uiteindelijk ben ik uitgekomen op 5 repen melk en 3 repen wit. En dat was voor mij de perfecte combinatie voor de bakplaat, zeg maar. Anders wordt die misschien te dik, te zwaar. Ik dacht eerst misschien doe ik er 5 per kleur, maar dat was dus te veel. En dan smelt je de chocola in de pannetjes. Dit kan je ook au bain marie doen, dat is eigenlijk de betere manier. Als je het in een pannetje direct doet, gewoon goed roeren. En dan ga je het op de bakplaat gieten, of eigenlijk op het bakpapier. Je begint met 1 kleur, of 1 smaak, in mijn geval melk. En daarna ga je met de andere kleur wit eroverheen. En daarna maak je swirls met een vork, waardoor je hele mooie patroontjes erin krijgt. Let op dat je niet veel swirlt, dan wordt het gewoon een mengelmoesje. Maar een paar strepen en golven en dan krijg je echt zo'n heel mooi beetje marble effect. En dan is het tijd om je toppings erop te doen. En ik kan de zoutsticks echt onwijs aanraden, want zout en chocola is gewoon een hele lekkere combinatie. Maar ook losse koekjes. Of misschien heb je nog wel ergens een half pak aangebroken koeken liggen. Dit is sowieso ideaal om na de feestdagen of tijdens de feestdagen, als je er al die lekkere dingen hebt liggen, om dat allemaal hierin te gooien. Gewoon gooi het erin. Leg het mooi neer of niet. Gooi het er doorheen. En je zal zien, het is echt zo leuk om te maken. En ook nog eens super lekker om te eten en weg te geven ook. Dus perfect als je veel restjes hebt van koekjes en snoepjes en zo. En nu alleen nog maar even in de koelkast zetten. Let erop dat het plat is. En na ongeveer 30 minuutjes is het dan klaar. Dus je hoeft ook niks te bakken. Alright, terwijl dat aan het uitharden is in de koelkast, ga ik een haarstel doen. Een mini haartutorial, namelijk krullen met een steltang. Het is een golden oldie, het is een classic. Bij veel mensen lukt die niet. Ik krijg nog steeds als ik het doe een aantal comments met help, kan je het uitleggen. Ik heb alles geprobeerd, dus we gaan hem weer eens een keer laten zien. Zonder poespas, je neemt een pluk, je neemt de steltang, je doet zo, op, draai. En beweeg, 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 beweeg naar beneden, zo, 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 zo. En daar is je krul. Dus nog een keer, pluk. Je steltang gaat eromheen. Draai. Gewoon draaien, niet te lang wachten, want dan is de tang te lang op één stuk. Dat wordt heel heet. Naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. En voilà. En zo ga ik al mijn haar doen. Thank you.
En nu is de bark klaar. Breek de stukken af, doe ze in een bak en bewaar het liefst in de koelkast. Dan is het het lekkerst. Alright, tijd voor de make-up tutorial. Wow, mijn huid zonder iets erop. Dit is de kerstlook van dit jaar. Ik maak al jaren kerstlook video's. Het is echt een hele classic beautygloss video natuurlijk. Want ja, beautykanaal, zo ben ik begonnen. Maar ik moet zeggen dat de laatste jaren ik heel erg het gevoel heb dat we eigenlijk massaal alleen nog maar echt kijken naar beautyvideo's van hele talentvolle mensen die daadwerkelijk make-up artists zijn. Ik kijk of dat of everyday looks van hele leuke girl next door types. Dat ik denk, oeh, ben benieuwd hoe jij je everyday look doet. Maar meer ook niet. Ik weet niet. Voor mijn gevoel is het een beetje klaar met dit soort video's. Maar tenzij je gewoon extreem talentvolle make-up artists zijn. Kijk, dan kan je er echt nog wat van leren of zo. Dus ja, bij deze mijn look. Het is eigenlijk gewoon mijn everyday look met een iets donkerder oogschaduw en rode lippen. Ja. En weet je, ik heb ook mijn stash op een gegeven moment uitgezocht. Dat heb ik toen ook destijds gefilmd voor Beauty Gloss. En toen heb ik 99% van mijn collectie weggedaan. Ik heb echt een mini stash gehouden. We zijn maanden verder en ik ga nog steeds heel lekker op die mini stash. Het is gewoon zo fijn om gewoon een basic stash te hebben. Ik heb me ook afgemeld van alle perslijsten, alle make-up perslijsten. Ik heb tegen alle merken gezegd, stuur me niks meer. In het kader van duurzaamheid vind ik dat gewoon niet zo chill. Dat ik zoveel kreeg op een gegeven moment. En ja, ik ga er eigenlijk gewoon heel goed op een kleine, fijne stash. En daar kan ik heel veel looks mee maken, zoals bijvoorbeeld deze hele kerstlook. Dus ja, ik doe iets donkerder oogschaduw, rode lippen en dat is hem. Ja, ik weet niet, hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie nog een mega stash of in ieder geval een hele grote stash? Of zijn jullie ook gaan minderen? Hoe kijken jullie hier tegenaan? En ook tegen make-up en beauty video's. Ik ben dus serieus ook aan het kijken of ik Beauty Gloss misschien ga veranderen naar Marcia, want ja, weet je, ik maak niet meer elke keer beauty video's. En het voelt zeker bij deze video zo van de dingen eromheen. Vind ik eigenlijk nog leuker dan gewoon deze make-up video. Don't get me wrong hoor, ik hou van make-up. Love it, maar ja, I don't know. In ieder geval, dit is de kerstlook. En dat vind ik sowieso leuk om te delen van de look die ik dan nu bedacht heb. Trouwens, rode lippen. Ik weet niet, de laatste keer dat ik rode lippen had was volgens mij vorig jaar kerst. Ik draag dat echt nooit. Maar ik vind het wel super glam en sexy en zo. Ik vind het wel heel mooi. Ik heb trouwens ook niet gezelfruimd. Ik ging me opmaken en ik dacht, had ik moeten zelfruimen? En ik dacht, nou weet je wat, laat maar. Dit is gewoon mijn ware kleur en het is winter. En ja, I don't know. Zeker met rode lippen vind ik, het heeft wel wat of zo. Hè? I love zelfruimer. Wie gebruikt de zelfruimer in de winter? Ik twijfel wel een beetje, moet ik dat doen of niet? Nou goed, dit is de kerstlook. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Misschien heb je inspiratie opgedaan. I don't know, voor mij is het gewoon the usual, een beetje met andere kleuren. Glam haar erbij. En trouwens, surprise, een klein ASMR stukje. Oké, guys. Wij vinden het heel leuk om gingerbread houses te decoreren. Ja, hebben jullie misschien al een keer gezien? Ja, alleen het was onvindbaar. Ikea had hem. Maar Ima had hem niet. Niet. Nog een paar plekken. Ze waren hier en daar in de supermarkt hebben we gekeken als het goed is. Maar die hadden hem ook niet meer. Hadden het allemaal niet. Nee. Toen zijn we naar een winkel gegaan waar we heel vaak internationale dingetjes kopen. En we vroegen, hebben jullie misschien iets van gingerbread house dingen? Had ze niet. Maar ze zei, ik heb wel gingerbread mannetjes. Dus ze zei, die kan je ook leuk versieren. Dus wij dachten, dat is leuk. Dat gaan we doen voor onze Christmas special. We gaan gingerbread cookies. Zeker, ze zo leuk kunnen zijn. Ja, versieren. En toen openden we het pakje. En toen zeiden we tegen elkaar, wat? Nou ja, eerst zagen we het zakje. Toen was het wachten, zeven. En toen... Wacht. Als je hier naar kijkt. Hoe groot... Rood, denk je dat het koekje, het marsmannetje, gingerbread mannetje is? Toch? Eerlijk? Zo groot als op het plaatje. Ja. Maar, spoiler, hier, dit zijn de mannetjes. Dus, we zaten een beetje te twijfelen, wat gaan we nou doen? Want we hadden alles al voorbereid en wij dachten dat het echt mannetjes waren. Ik dacht, weet je wat? Wij gaan gewoon deze kleine mannetjes versieren. Net zo leuk. We're gonna go for it. Dus wij gaan gingerbread micro... micro gingerbread mannetjes, ja. Versieren, let's go. Zullen we gewoon de koekjes verdelen? Ja, een paar en dan gaan we maar gewoon aan. Ja hoor, dit is meer dan goed. Oh, ik heb een hoofd. Oh, sorry. Heb jij het lichaam? Misschien. Lijmen! Squiggly lijn ging zo naar elkaar toe. Zo.
Maar dan wil ik wel dat ze een lichaampje hebben. 2, 4, 6, 8. Zullen we er 10 doen per persoon? Trying to find his body. De bark is zo goed gelukt. En we zagen deze koekjes en dachten, hoe perfect zou dit in de bark zijn? Deze kleine gingerbread cookies. Dus dat gaan we nog doen. Ik mis nog steeds een arm. Wij gaan decoreren. Ik ga zelf glazuur maken. Want ook dat was lastig te vinden. Kerstdecoratie dingetjes om zelf te maken. Maar dat kan ik ook heel makkelijk verder zelf doen. En dat doe je als volgt. En men neemt wat kleurstof. Ik maak eerst een witte trouwens. Men neemt wat poedersuiker. Doe je zo. Hop. Dan doe je er wat citroensap bij. Op water kan ook, maar citroensap ruikt ook zo lekker. Zo. Niet te veel. Niet? Nee, maar dan moet je heel veel meer poedersuiker erbij doen. Zo. Kijk. We gaan het squishen. En dan heb je glazuur. Hoe krijgen we dat er nu uit? Door een puntje hierin te knippen. En daar kan je dus ook kleurstof bij toevoegen. En dan heb je zo een kleur. Glaze. Oké, zo. There it is. There we go. Oké. Zo, ik heb nu zeg maar wit zo gedaan. Ik denk dat ik gelijk... ik ga er gelijk voor. Ja, helemaal vol. Zo, blauw. 1, 2. Oh, je gaat hem in de... Mm-hmm. Oh, nice. Nee, ik weet niet of ik het heel mooi vind. Het is oké. Tadaa, dat is 1. Zo. Daar had ik gewoon echt serieus zin in. Ik heb er eentje, kijk. Gekleurd met een tongetje dat uitsteekt. Leuk. Zal ik een glaze met kleur maken ook? Rood? Ja. Zullen we het doen? Ja, rood. Even die sprinkles hier. En ik hiervan. Oh, die is zo cute. Vind je hem leuk? Ja. Mooi. Daar ging ik voor. Het is ook helemaal niet lekker eigenlijk, hè, decoratie. Nee, het is altijd goor. Het is gewoon harde sugar met een kleurtje. Okay. Zal ik hem lichtrood doen, zo? Of moet er meer bij? Nee, je moet wel roodrood, toch? Oké. It's gotta be Christmas. En in zijn geval bloed. Oh mijn god, dit is dat spel. Welke? Among Us. Ja, het is een Among Us poppetje. Oké, cool. Wat een mooi lijntje maak je. Oh, oh. Oeps. Moet ik hem snel overnemen? Kan, het druipt er een beetje uit bij deze hier. Het is een beetje roze geworden. Which I love. Of course you do. Ze hoeven toch ook niet helemaal kerstthema te zijn. Want ik ga nu gewoon spikkels op mijn roze glazuur doen. Ze zijn al op kerst van zichzelf, die poppetjes. True. This is true. Snap je wat ik bedoel? Als in. Ja. Yeah. Kan ook een pastelkerst hebben. Ja. Kan echt wel. Ik er gewoon naast. Zo. Mag ik het andere zakje? Ja. Wat heb je gedaan? Een roze... Hij is gefixt. Ja, ik wilde dat rood was. Oh, dat is was die. Het blood. Ja. Maar nu is het... Ik ga ook een glaze volledig op het lijfje doen. Wat een leuk idee. Nou zeg. Ook een funfetti mix van deze plakken. Mooi. Schitterend. Ja? Ja, enig. Oh, dit werkte niet zo goed als dat ik had gehoopt. Nou ja, ik doe 1 gingerbread met helemaal peach. Dus dan doe ik peach spikkels. Grote peach bal en een mini peach spikkel. Oh, dat is leuk. Leuk hè? Maar noemen we het gewoon peach omdat je dat wil? Of zie je echt niet dat het oké is? En dan zie je maar veel. Oh, die is cute. Ja, whatever it is. Een x'je. Dan dip ik die x hierin. Hoho. Hartje. Rode wandjes. Oh, dat is leuk. Ik heb het idee dat ik meer een birthday happy poppetjes aan het maken ben. Jij hebt echt kerstthema. Ja, dat was wel mijn idee.
Ja, mijn ook, alleen het gaat niet zo goed bij mij. Je kan die witte nog echt een beetje vormen, hè? Hoe bedoel je? Dan gewoon met je vingers, zo van als je er wat op doet, dat je nog een beetje... Zo. Ja. Maar jij gooit echt terug, ik gooi het op mijn zeker bord. Als ik een soort van extra deco. Oké. 1, 2. Heb je een sandwich gemaakt van 2? Yep. Oh my god. Dat is best briljant. Ik wilde eerst stukjes van een ander op een ander doen. Oh. Maar toen dacht ik, dat is misschien te... brutal. En zo. Dus dan doe ik het maar zo. Een sandwich, yes. Wat dacht je? Je kan ook dit doen, kijk. Doe je, ik dacht, ik maak een mooi soort van bouwwerkje, soort van huisje ervan. Check this, check this. Ik dacht eerst deze. Oh, nice. Kijk, ja. Kijk. En dan deze zo. Oké. Lol, nee, dat gaan we niet doen. Oh, ze kunnen ook handjes vasthouden. Dat vind ik leuk. Dat ga ik doen. Oh, dit kan niet. Het is te zwaar, denk ik. Deze glaze ik aan. Ik vind dit eigenlijk hartstikke leuk. Mini gingerbread man decoreren. Het is ook niet te veel poespas, zeg maar. Je bent vrij snel... ben je er met je idee? En je kan ook snel een nieuwe versie maken als je denkt, mee. Ja, zo maar. Deze heeft boobs gekregen. Mm. Was niet de bedoeling, maar dan past het misschien. Wat voor spikkels hadden we ook weer? Oh ja, mag ik die spikkels? Ja. Ik wil ook spikkels. Je hebt daar nog allemaal spikkels. Weet je. Oh, nee. Oh, de boobs zijn er laatst gevallen. Oh nee, dat is er niet mooier op geworden. Moet je kijken. Oh ja. Nou, ik twijfelde ook of ik niet een M&M moest crushen, maar... Nou, ik kan wel nu gewoon een crushed M&M inderdaad doen. Dat is dan wel weer grappig. Zo, je hebt gewoon een volledige gecrushed M&M. Ja. Love it. Ja, wat zal ik eens doen? Doe met je denk aan Bumblebee of zo. Ja. Die kleurenmix bedoel je. Ja. Nou, die moet ik dan maar opeten. Maar welke zou het lekkerste zijn? Ja. Oké, ik heb rood, groen. Wat is de andere? Oh, je hebt een mondje met sprinkles gemaakt. Natuurlijk. Dat is zo jij met je details. Blauw doen. Dat is de enige met details. En hier heb ik Cyclops gemaakt. Hier een X van X-Men. Zo, ik vind het wel gezellig met de extra sprinkles eromheen. En ik ben er. Ik wil blauw en rood. Wil jij van die cookie sandwich nog iets maken? Nou, weet ik niet. Wat is er met die cookie? Wil jij er wat maken? Dat is die gebroken. Die heb ik. Oh, de glue. Ja, yeah, die is been fixed. Oké, dat kan gewoon niet. Oké, X-Men is nu. Zoiets. Het was Cyclops, maar ja. Oké. Okay. En dan. Denk je dat ik daar nog wat anders mee moet doen dan? Omdat hij zo goed gelijmd is dat je nu niet ziet dat hij ooit gebroken was. Ik denk dat hij perfect is. Ik zag het ook gewoon niet. Daarom dacht ik, wat is er met die? Want die is nog niet gedaan. Jeetje. Even één insane volleyball one. Gaan we ze nog mooi neerleggen ook? Ik vind het ook wel grappig inderdaad. Weet je wel? Ik heb een paar hele random zoals wat ik nu maak. En een paar wat serieuzere. Ja, super serieus. Oké, guys, dit zijn onze creaties. De linker is van mij, de rechter is van Foef. Mm-hmm. We gaan ze even toelichten, denk ik. Denk ik ook. Ik begin gewoon bij mijne hier. De meest linker is gewoon een soort probeersel met oogjes. De middelste is Peach in 3 soorten. Die daarnaast is een mixje van alles. Daarboven is een X gedipt in Candy Cane Crush. Dan hebben we een hartje. Oh. In het midden is Spikkels. Links, wat? Spikkels. Links is, die is helemaal geel. En dan daarboven heb je 3 die hun handje vasthouden in kerstkleuren. Wat vind je zelf het mooist? De 3 boven. Ja, ik ook. Die vind ik ook cute. Ja.
Nou, naar die van Foef. Dit was eigenlijk een dikke blob, maar toen heb ik maar gewoon spikkels erbij gedaan. Dus van alles en nog wat. Dit was Cyclops van X-Men, alleen daar heeft alleen nog maar zijn bril. En de rest is gewoon cool. Dit is een crushed M&M. Bumblebee. Ja, Bumblebee. Dan hebben we deze, die is helemaal gedipt in crushed candy cane. Deze heb ik operatief weer gemaakt. Die was in 3 stukken en dat is hem nu. Dit zijn spikkels. Mm-hmm. Dan hebben we hier eentje die heeft mandjes aan, een mutsje op en schoentjes. Dan hebben we Among Us. Toch? Dit is toch Among Us met die witte lijn ook eromheen? Mm-hmm. Nou, gewoon een classic. Die mond is zo tof. Thank you, thank you. En dit is een zo'n sandwich Oreo cookie. En dan de zijkanten zijn gedipt in crushed candy cane. Alright, dan nu de grote vraag. Wie heeft er gewonnen? Laat het achter bij de comments. Ja. En dan is het nu tijd voor de grote finale, namelijk een sushi mukbang. Een sushi mukbang. Want wij vinden het heel gezellig om met jullie samen te eten. Dit is de kerstspecial. Leuk, eet gezellig mee. Zeker. We hebben wat sushi besteld. Deze sushi is zo lekker. Lekker. Die hebben we laatst voor het eerst besteld. Oh, love it. Same here. Yum, yum, yum. Laten zien. Het is zeker veel. Oh, dat zijn die frietjes. Nee, dat zijn die frietjes. Dat zijn de frietjes. Ze hebben zeg maar naast sushi hebben ze echt onverheerlijke frietjes. Oh, kijk nou. Zo so good. Oh. Die. Oh, en ze hebben vegan zalm. Zo lekker. Dat is die. Nee, dat is avocado. Echt? Waar staat je vegan zalm? Hierin, kijk. Oh, hier. Ja. Zo. En ze hebben echte wasabi. Als in de good real stuff, geen mierikswortel. Dus we hebben een fijn adresje. Oeh, zo je saus ook al. We hebben een fijn adresje gevonden. Oh, oké, guys. We hebben hier sushi. Mm-hmm. We hebben die frietjes. Ja. Jij hebt je kip dingen. Ja, karage. Als je het goed uitspreekt, weet ik niet. Ja, frietjes met chili. Ja, chili. Het is echt lekker, die frietjes. Maar is dat niet die? Misschien. We zaten een beetje op de saus. Nou ja, dat is lekker boeiend. Whatever, ook niet. Ik ga aanvallen. Ik ga ik ook. Dit bij mijn saus doen en ik ga de lekkere echte wasabi erbij doen. Jam, jam, jam. We hebben deze bij Karaat in Amsterdam besteld. Gewoon zelf besteld. Sportenhoreca. Heel lekker. Oh. Time to attack. Heel lekker. Oh nee, hij valt uit elkaar. Oh nee. Oh my god, ik zit er echt een bende van te maken. Nou. Nee. Nu al, gelijk bam. Mm-hmm. Mm. Oh, dit is zo lekker. Wat een kerstmaaltijd. Mm. Wat doen jullie met kerst? Wat eten jullie met kerst? Met wie zijn jullie met kerst? Gaan jullie gourmetten? Of doen jullie fancy hert eten? Of doen jullie... Weet ik veel wat. Hoe vieren jullie je kerstavond? We hebben kerstavond zijn we bij Tat. Tat, mijn vriend. En dan eerst kerst bij mijn moeder en tweede bij jouw ouders. Ja, dat klopt. Helemaal. En that's it. Er zijn ook heel veel mensen die met niemand vieren. Hè? Gewoon alleen thuis. Nou, die kunnen mooi onze video kijken. Ik wil net zeggen, lijkt me dan gewoon bij uitstek een avond om een mukbang te kijken. Zeker. I would do it. Gezellig, ik ook. Denk ik, ja. Ik weet dat ik een keer op Twitter een foto voorbij zag komen dat iemand op eerste kerstdag een opwarmmaaltijd had die getweet. Zo van, Merry Christmas, dit is mijn kerst. Ja, maar ik, aan de ene kant dacht ik toen van, oh, maar aan de andere kant, hey, maybe he's living his best life. Nou, maar ja, wie weet. Dus eigenlijk moet je daar niet over oordelen, want... Misschien is dat juist je ultieme kerstgedachte. Lekker in je eentje chillen. Mm. Ik vind kerst altijd wel... ik vind het wel leuk. Dus ik vind de sfeer altijd leuker dan kerst zelf of zo. Maar jij bent niet echt... Ja, wij zijn best wel... Wij zijn allebei atheïstisch eigenlijk. Atheïst. Ja. Ja, zijn niet... Ben jij gedoopt? Nee.
Maar ik heb wel van een christelijke basisschool gezeten die heel erg christelijk was wel. Heel erg gelovig. Ik ben gedoopt in echt best wel een intense zwarte kousenkerk, hoe ze dat noemen. Daar doe ik helemaal niks mee verder. Ik heb daar geen, meer een beetje omdat opa en oma dat dan... Daarvoor zat ik ook op een christelijke basisschool, maar mijn opa en oma waren katholiek. Oké. Ja, ik weet niet, ik heb er een... Ik heb er gewoon echt weinig mee ook. Maar ik ben serieus door de basisschool gewoon echt ongelovig geworden eigenlijk. Ja, maar jij hebt echt, hij kent al die verhalen van de Bijbel. Ik vind de verhalen echt geweldig. Als in super cool vond ik ze. Alleen, het is nou niet echt geloofwaardig voor mij. Dat is grappig, hè? Mensen die dan heel erg, er niks mee hebben, laten we het zo zeggen, zijn vaak degene die wel de Bijbel dan bijvoorbeeld gelezen hebben en zo. Dus ik ken wel wat verhalen, maar niet zoals jij, zeg maar. Ik een naam ergens noem, dan weet hij gelijk, dat is van dat Bijbelsverhaal of dit. Ja. En de liedjes en zo. En ik zong ook in zo'n kinderkoor ding. Ja, ik hoorde een keer jouw kerstcd van toen je als kind dat deed. Dat heb ik een keer opgezet tijdens kerst, toen we met de hele familie waren. Dat weet jij niet meer. Bedoel jij niet waar ik dirigent was? Dat is heel wat anders. Dat zou het ook kunnen zijn, ja. Nee, dat is heel wat anders. Dat was wel cool. Gingen we met alle scholen van Voorburg. En dan was er een grote zaal en dan gingen we zingen. En dan ergens, voor elk liedje was een dirigent nodig. En ik was een dirigent ergens. Dan moest je een soort van auditie doen. En dat leek me echt serieus cool. Dus toen ging ik doen en dacht, wauw. Dat is echt goed, maar dat is omdat mijn pa in de koor zing en ik weet wel wat een dirigent doet. Dus dan mocht ik dat doen. Dus toen stond ik daar voor alle scholen van Voorburg. Oh, ik zie jou helemaal staan. Papa, zie je dat ik een dirigent ben? Mijn sushi valt de hele tijd uit elkaar. Ik dacht dat het aan mij lag. Valt jou ook uit elkaar? Nee, dat ligt... Oh mijn god. Wat? Heb je dit... Oh? Ja, omdat ik bij jou kijk en ik let nou niet op, maar... Nee. Mijn valt niet uit elkaar. Mijn ziet er nu al uit als een slagveld. Dat klopt. Maar als je kijkt, ben je gelovig? Wat is je geloof? Ben je praktiserend? Ben je gedoopt? Let us know. Wij allebei dus atheïst, maar verder moet iedereen zelf weten. Of besneden of... ik vind wel, ik vind het fijn voor mensen die op late leeftijd bijvoorbeeld bij een kerk gaan, dat zij daar hun comfort uit kunnen halen. Dat vind ik wel fijn voor ze. Ik zou dat zelf niet kunnen. Maar ik heb ook een soort obsessie met sectes. En dan ben ik geïntrigeerd door mensen die daar dan hun comfort uit halen of zo, weet je wel. Ik vind het wel gewoon. Ik ben het met je eens. Maar ik vind het wel vervelend als mensen al hun geld aan de kerk geven. Dan denk ik. Nou, sectes ook. Dat je je hele hebben en houden, doneert en je leven achter... dat is natuurlijk echt het andere uiterste. Maar... Deze maaltijd... Het is wel echt kerstwaardig. Dit is gewoon... I love it. Really good. Maar ik ben wel vaak naar de kerk gegaan. Ja. En ik vind gewoon het verhaal van baby Jesus en zo was wel echt cool. Ja, cool? Ja. Ja, ik weet niet. I don't know. Ik vind kerken mooi. Architectuur van kerken, Ja, ja, dat zeker. Dat vind ik wel echt heel mooi, maar... Geweldig. Ik wil nog steeds meer leren over sommige andere geloven en zo. Ja, dat heb ik ook. Ik ben zo benieuwd en... Gewoon... Ik geloof er niet in. Ik ga er ook gewoon niet in geloven. It's not gonna happen. It's not gonna work. Stop trying to make religion on me happen. It's not gonna happen. Maar ik vind het wel heel interessant hoe het dan... vooral die overlappingen. Dus allemaal, guest appearances bij elkaar hebben, zo bedoel je? Nou ja, eigenlijk gewoon dat het precies hetzelfde is, alleen een andere omgeving. Ja, het is wel goed. Behalve bij de Joden en de Christenen natuurlijk, want... Beetje logisch. Ik ben gewoon oprecht. Ik vind gewoon sectes zo fascinerend. Ik vind gewoon als iemand iets heeft van een nieuwe secte of zo. Of
Net als dat ene, dat er zijn gewoon nu ook sectes bezig, hè? Gewoon ook in Nederland. Er zijn gewoon sectes verkapt in bepaalde dingen. Ja, ik wil gewoon niet... Oké, dan hoor ik verhalen en dan is het zo van... Iedereen weet dat dat eigenlijk een soort secte is of zo. Super fascinerend. Mm-hmm. Mm. Dit eten is gewoon één groot feest. Mm. Ik herken, ja. Heerlijk. Maar wat is nou je favoriete secte? Mm. Het is een tie tussen FLDS en Jim Jones. Ja, oké. Okay. Oh guys, wij zaten dus te denken om naar Dubai te gaan. Ja. Heel gedoe, als in... Wij zijn al 2 jaar niet op vakantie geweest. En we know dat er heel veel mensen ook sowieso al heel lang niet op vakantie zijn geweest. Maar wij wilden natuurlijk ooit naar Dubai als Baby Moon. Nou, Mila is 1,5 inmiddels. Ja. Het was eerst geboekt toen ik zwanger was. Toen vooruit gepland toen zij er zou zijn. En nou, dat is allemaal, hebben we allemaal niet door laten gaan vanwege de pandemie. Mm-hmm. Maar we missen het reizen wel zo erg. Toen heb ik laatst in een vlog gevraagd van... Wat vinden jullie en wat is jullie ervaring? En toen heb ik zoveel berichten gehad van mensen die dus naar Dubai zijn geweest. Die allemaal zeiden dat het echt zo goed geregeld was. En gewoon geadviseerd van je moet gewoon gaan. We zitten nu te kijken wat we gaan doen. Of wat, hoe of wat. En gaan we dan 1 hotel boeken? Of gaan we het splitsen naar 2 verschillende? Of zeg maar, de voorpret is al zo leuk. Ja, het is echt. Het is gewoon echt. Mm-hmm. Ik wil heel even wachten, want ik heb nog mijn therapie die ook kan... 1 keer in de week is en dan waarschijnlijk nog een paar keer. Dus we zaten nu te kijken naar februari. Mm-hmm. Dan is het weer ook lekker daar en zo. Ik heb er wel heel erg zin in hoor. Oh, weer dat vliegtuig. Nou, we gaan hardcore dan. Hè? Als we gaan, doen we het goed. We gaan zeker. Business Emirates. We gaan een dik, leuk hotel. 5 sterren iets boeken. Nou, dan. Ja, dat willen we wel doen. Ja. Al die vakantietijden die we hadden. Want iedereen zit helemaal van. Ja, en als ik klein is, moet je lekker veel met de reis. Want dan kan ik nog gratis mee. Dat wilden tot we 2. Ook. Nou, daar kunnen we dus gewoon niet echt. Nee, nu misschien 1 keer. Nou, misschien 1 keer dan. Ja, en ik heb vandaag ook even een paar video's van Nessim gekeken. Zo leuk. Nou, die zijn er natuurlijk best wel vaak. En ja, was leuk. Het is leuk om te zien. Ja, ik hou sowieso van vakantievlogs van mensen. Ik snap. Heel veel mensen kijken ook bijvoorbeeld onze reisvlogs terug. En ik weet dat heel veel mensen die roadtrip van onze honeymoon echt 1 op 1 hebben nagedaan. Zo leuk. Maar ik vind het gewoon ook serieus zo leerzaam. Dan kijk ik naar andere vloggers en ja, reispeople. En dan denk ik, oeh, jij bent daar geweest. Oeh, dat is zeg maar heel echt een vakantie. Dus dat je ziet wat doen mensen. En dan kan je zelf kiezen of je het ook gaat doen. Of... Ik zag hem uitleggen hoeveel die dan zeg maar kwijt was in een dag. Mm. En toen zag ik dat ze bij de Cheesecake Factory gingen eten. En dan in een andere vlog gingen ze weer. Cheesecake Factory. Ja, maar echt. En dan naar de Shake Shack dacht ik, ja, dit is toch geweldig. Ja. Aangezien. Nou, Amerika niet per se niet een optie is, maar... We vinden het nog een beetje eng of zo. Ja. Ze zijn, ook nu New York gaat echt super hard, weet je wel, met de besmetting en zo. Dus, nee, je weet het gewoon niet goed. I don't know. Ik wil ook, als we naar Amerika gaan, wil ik het ook weer echt goed doen. Een roadtrip en alles. En alles, en, nou, gewoon... Mm. Dit is zo lekker. Mm. Echt heel lekker. En ik ben wel gewoon echt benieuwd naar Dubai. Ja, zo vet. Ja, het is echt een plek. Ik ben er ooit geweest. Ik heb er ooit vlogs voor Beauty Gloss nog voor gemaakt. Per stukje. Ja. Die ben laatst nog bekeken trouwens. Dat is erg leuk. Ik kan niet wachten om nog een keer te gaan. Het enige waar wij wel mee zitten is om... Slaap je kind, slaapkamer, hoe en wat en hoe puzzel je ermee? Wij zijn voor een bruiloft in Frankrijk geweest. We hebben een paar tussenstoppen, zeg maar, we zijn al rijdend erheen gegaan en hebben een paar hotels geslapen. Daar was echt wel heel duidelijk verschil. Zo van in de ene kamer ligt ze naast je, in de andere kamer kan je er nog ergens een beetje in een hoekje wegmoefelen, waardoor je, ja, weet je, ze gaat om tussen 6 en 7 naar bed en daarna moet het gewoon stil zijn en donker het liefst. Ja, het is niet dat wij dan ook lekker naar beneden kunnen of zo, of weet ik veel waarheen. Ja, dat hoeft ook helemaal niet, maar. Mm. Een tip was dan om bijvoorbeeld op de begane grond een soort van garden-achtig suite te hebben. En als daar dan bijvoorbeeld de bar naar zit, dan kan je gewoon in je tuintje zitten. Je kan eentje bijvoorbeeld drankjes halen dat of om en om. En dan heb je nog een beetje dat vakantiegevoel, maar zit je wel naast je kind die aan het slapen is. Maar aan de andere kant heb je ook super vette hotels die dan heel hoog de lucht in gaan, weet je wel. En dan met een balkonnetje of zo, dan kan je op je balkon chillen. Ook prima. Maar, prima is misschien een beetje een understatement, maar... Ze is net even te jong voor de kidsclub. Zij is
Ja. En jullie wordt er 2. Dus, maar ja, ik heb ook geen zin om te wachten tot zij 2 is. Nee, en dan is ze nog steeds heel jong. Plus de tickets zijn dan gewoon volop, volle met prijs tickets. 40 graden of zo, toch? Dat sowieso, ja. Maar gewoon, ik denk dat het chiller is om nu te gaan. Hm. Of althans, de komende periode. Hm. Oh, maar dat is toch, is dat niet voor jou? Jawel. Cheeky. Ik denk niet dat je die mag. Hm. Beetje spicy hoor. Oké, okay. Heb ik te veel dan? Oh. Oh, dat is wel vrij spicy. Oh. Nee, dat vind ik niet zo boeiend. Oké, okay, dat mag. Welke keten uit Amerika moet hier komen die we nog niet hebben? Oh. Mag ik alvast suggesties geven? Nee, ik twijfel tussen die twee, maar ja. Cheesecake? Ja. Chili's? Chili's is ook leuk. Oh ja, IHOP. Nee, IHOP wil ik niet. Waarom niet? Omdat het dan niet meer. Ja, de magic. Echt serieus, de magic. Cheesecake Factory kan. Vind ik. Ja, maar denk jij dat Cheesecake Factory hier een locatie zou openen met 900 dingen op het menu? Ik denk het niet. Dat kunnen wij allemaal niet aan. Wij hebben allemaal keuzestress en alles. En in Amerika is het altijd, oh, dikke menu, oh, meer. En hier. Ik word daar ook onrustig van. Ik bestel hetzelfde bij Cheesecake Factory. Omdat ik denk, ja, maar dat is goed, dat is prima. En dat gaat hier geheid ook zo straks. Maar TGI Fridays heeft toch ook al veel minder dan op hun eigen menu in Amerika. Het verbaast me hoe rustig het is in de TGI Fridays. Extreem. Altijd als we er zijn. Altijd. We zijn voor een verjaardag geweest. Leeg. Was gewoon leeg. Terwijl echt in Amerika vet populair. Maar wij zijn echt mega fan ook. Als het hier zou zitten. Denk je dat we één keer in de week daar zouden eten met Mila? Dan zou het echt een ding worden. Maar het zit in Utrecht, dus nog een stukje rijden. Ja. Maar ja. Nou, maar. Cheesecake. En jij? Kijk, want Shake Shack vind ik ook al goed. Oh god, ja, Shake Shack. En ik denk ook echt dat Shake Shack wel naar Amsterdam gaat komen of Utrecht. Want het zit al in Londen. Ja. Je weet gewoon, alleen al voor de toeristen doen ze het. Als in die. Dat, ja. Ik denk wel dat Shake Shack eraan zit te komen en dat vind ik geweldig. Voor mij hoeft er geen in-n-out. Nee, wij zijn dus helemaal niet van de in-n-out. Iedereen is helemaal weg ervan, maar don't really care. Ik vind wel de merch heel cute. Al die dingetjes zijn wel echt leuk, maar... Weet je nog dat we nog geen Starbucks hadden in Nederland? Toen wij in Nieuw-Babylon woonden hadden we al Starbucks, omdat we daar dan naar beneden gingen en Starbucks hadden. Maar dat het echt nog speciaal voor het buitenland was. Nou, sterker nog, ik kan me KFC nog herinneren. Dat de BK naar die BK-plek ging. Mm-hmm. Omdat die BK toen KFC werd, toch? Zo was het toch in Den Haag? Ja, ze gingen met. Ik kan me nog inderdaad een McDonald's herinneren die daar zat, die weg is gegaan. Oh ja. Wauw. Ik hoorde laatst in New York dat er ook weer allemaal dingen weer veel minder zijn. Zoals dat er echt heel veel Victoria's Secret zijn er weg uit New York. Gap, dat bijna niet echt meer een ding is. Ja, maar Gap is nu natuurlijk met Kanye bezig. Ja, dus dat gaat wel weer meer een ding worden. Ja. Maar dat is ook zeg maar van die dingen dat je denkt van, wow. Ik moet zeggen, ik ben nooit echt een mega Gap fan geweest. Oh wow. Elke keer als we daar naar binnen gingen dacht ik, En ook die jas van Kanye. Het heeft wel een beetje een soort van esprit gevoel of zo. Een beetje. Veilig, als je Gap draagt is het altijd goed, weet je wel, zoiets. Wat? Esprit, Gap, Max. Max bestaat niet meer. Maar niet uit, het is allemaal hetzelfde gewoon. Heb ik ooit voor gewerkt, Max Kiss. Dat was echt zo superleuk, de kleren waren ook vet leuk. Misschien niet op je cv zetten. Nou zeg. Ik vond het onwijs leuk om daar te werken. In de kinderkledingwinkel van Max Kiss. Ik heb daar gewerkt, bestaat niet meer. What did you do? Vroeger in het voormalige, in dat winkel, wat nu zeg maar de Mall of the Netherlands is, toch? Zo heet het toch? Ja. Dat is, wij woonden daar, dat is letterlijk, ik heb daar gewerkt in de Xenos, ik heb daar in de Mix Kids gewerkt. Yep. Ik kwam daar elk weekend. Ja, toen ik op het First zat kwam ik daar ook heel veel. Heel vaak, want het zat naast de school. Oh, kijk dan, ik scoop al die rijst die erin zit. Ik heb nog één sushi-stukje. We hebben er nog wel een paar.
Dit is ook vegan. Dus oh, een takje. Oh. Pak maar hoor. Die is echt heel lekker. Oh, die wil ik wel. Go for it. Ik doe eerst even deze. Ik ging altijd naar de V&D. Oh. Ja, V&D was echt wel leuk hoor. Ik vond V&D super. Mijn moeder die was echt zo'n. Zeg maar waar anderen naar de bijenkorf gingen. Mijn moeder ging altijd naar de V&D. En ik vond V&D ook super leuk. Ik ging altijd, wel naar allebei, maar. Altijd je horloge fixen bij de V&D. Ja. Vol spullen. Schoolcampus. Ik bedoel, dat was V&D gewoon. Mm-hmm. Deze? Ja. De Mila, zo de Mila. Ja. Ja. Schoolcampus was echt wel de bom hoor. Ja. Die hele kelder helemaal vol. Ja joh, dat was echt wel gewoon. En het was altijd lange rij. En dan ging je kafpapier halen. Ik was altijd te laat, er was niks meer. En dan kwam ik met die in mijn agenda. De dag dat er de schoolcampus was, stond ik al en kocht ik mijn dingetjes. Nee, de dag dat het er was, stond ik gewoon nog steeds in het kooitje te voetballen. Hmm. Maar ik vond het wel leuk nog steeds. Nou, ik wist de V&D wel, ja. Ik vond de kleding ook serieus leuk. Ik kocht er echt kleding en zo. Ook. Oh, op. Zoals Mina doet. Maar bestaat de Peking Kloppenburg dan nog wel? Daar zit nu toch iets anders? In Den Haag in ieder geval, weet je nog dat? Nee, die zit op de hoek. Daarnaast zit dat andere, dat Marks & Spencer's. Maar daar zit volgens mij de PNC. Peking Kloppenburg nog. Bestaat dat ene nog? Dat hele luxe warenhuis in Den Haag? Marks & Spencer? Nee, niet Marks & Spencer. Nee. Huppe de Bonneterie of zo. Wat was dat ook alweer? Bonneterie, nee. De Bonneterie, dat bestaat niet meer, hè? Nee. Whatever happened to that? Is dat failliet gegaan? Ja, Megakap. Die op de hoek daar. Dat megapand. Een min 1. Hippe kleding, weet je nog? Oh ja, nou. En toen op een gegeven moment was het ook niet meer hip. Toen was het ook uitverkoop. Maar dat was wel cool, dat je altijd... Paul Frank en zo. Ja, toen wij 16 waren, hij was altijd al van wat meer van de designer kleding kopen. Dan kocht hij bijvoorbeeld in de zomer één leuk shirt. Ja. Van een mooi merk en dat droeg hij al jarenlang en zo. Mm-hmm. En dan gingen we altijd daarheen en ik vond dat zo duur. Zo duur, want ik kocht dingen bij de H&M en ik vond dat al zeg maar aan de prijs. Maar toen was het, we waren zo verschillend daarin, nog steeds, maar ja. Ik kan me dat nog zo goed herinneren dat we daar liepen. Ik dacht, dit is zo achterlijk duur allemaal. Om 100 euro voor een trui of zo. Het was wel mooi. Ja. Nu ik ouder ben ik wel iets meer zo geworden. Maar... Ja, maar duurder kleding, weet ik. Dat is niet waar. Echt wel, jouw, hoe heet die chickies? De bro. Ik heb ook één blouse van, tweedehands gekocht. Ja, en dan nog? Ja, oké. Jouw jurkjes? Welke? Die ook daar heb gekocht. Ik heb een paar tweedehands designer dingen gekocht. Voor elke prijsje, maar verder... Nee, je hebt allemaal dure schoenen en zo. Ja, maar die heb ik niet voor duur gekocht. Nou, oké. Die zijn veel geld waard. Mag ik deze opeten verder? Of wil je ja, je mag. Deze opeten, je mag. Oh, nee, jouw garderobe is 100 keer duurder dan mijne. Ja, meer waard. Nee, jij speelt vals nu. You are a cheater. Hoezo? Because you cheated the system. Maar heel eerlijk, ik vind... Maar, het is ook niet... Het is niet te vergelijken, denk ik. En het maakt ook niet uit. Of zo. Nee, who cares. Als het leuk is, maakt het toch inderdaad helemaal niks uit. Ik ben echt die combinatie van dit. Oh, zo lekker. Zijn dus frietjes. Chili flakes of zo. Ja, maar ze zijn ook oranje. Parmezaanse kaas. Het is niet zoete aardappel. Nee, maar dat is denk ik de parmezaan. Mm. Die wordt gewoon meegefrituurd. Ja, ik ben er ook bijna. Ultiem genieten dit. Gewoon kerst. Gewoon gezellig. Wanneer zet je nou je kerstboom op?
Nou, wij hadden dit jaar vrij vroeg neergezet. We hebben het ook wel eens 3 dagen voor kerst gedaan. We hebben het ook gewoon niet gezet. Ook. Maar we hebben het ook wel eens in een kartonnen... Oh, de kartonnen doos waar we toen zo'n ruzie over hadden. Oh. Maar ja. Dat is een iconic vlog hoor. Mm-hmm. Maar weet je... Ik heb het idee dat iedereen steeds vroeger zijn boom zet. Ondanks Sinterklaas. Maar ik zet hem alvast neer, lekker gezellig. Ja. We waren ook dit jaar voor het eerst Halloween deco. Dat we echt gewoon allemaal dingen in de tuin hadden en zo. Superleuk. Lekker gezellig. Ik vond het heel leuk. Mila ook. Halloween, ja, die vond het zeker leuk. Maar ik sowieso, sinds zij er is dat we veel meer dat soort dingen doen. Sinds Maarten. Ja. Wat we nog nooit hebben gevierd in ons leven. Ja, dat was echt gewoon... Maar dat is kennelijk... Ja. Dat is iets van Noord-Holland, of in ieder geval het noorden van Nederland. Oh. Want wij in Den Haag... Oké. Alle Haagenezen, en volgens mij ook Rotterdammers en dan dat soort dingen. Sint Maarten. Heb jij enig idee wat het is? Gewoon. En dan bedoel ik niet van, ja, dat is zo'n dude met dingen veroveren of whatever. Of bevrijden. Wat dan ook. Nee, de feestdag. Wat doe je dan als kind zijnde? Ik had geen idee. Gewoon echt niet. Ik wist het niet. Maar heel eerlijk. We wonen nu 3 jaar in Amsterdam. Tijd gaat hard, hè jongens. 3 jaar. Wij zijn toen met kerst verhuisd. Dus technically, ja, het klopt wel nu. Dit is voor het eerst dat wij dit zo meemaakten. Want die andere keren waren we er niet of niet mee bezig. Whatever. En nu waren we dan met Mila. En dat we dachten, wat gebeurt hier? Honderden kinderen in de straat. Het was echt... Gekkenhuis, maar wel iedereen aanbellen. Iedereen aanbellen, nou wij natuurlijk allemaal snoepen. Bij de winkels aanbellen. Ja joh, wij met Mila lopen ook. Oh. Was wel heel leuk. Was echt leuk. Maar het was niet alleen voor de kinderen, het was ook voor de ouders. Dat was leuk, warme chocola op straat en zo. Ja, en van die vuurkolfjes en zo, ja. Korfjes. Vuurkolf. Korf. Ik maiskolf in de fik. Ik denk dat wij moeten afsluiten, ik zit helemaal propvol. Niet normaal. Jij wilde nog een koekje, zei je. Lekker. Nee. Gaan we één ginger... Nee. Nee, ik kan niet meer. Nee. I can't. Ik ontplof. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze Christmas special leuk vonden. Heb je nog een kerstgroet, wens, mededeling, bericht? Ik hoop dat we allemaal volgend jaar gewoon weer lekker gezond kunnen doen met knuffelen, whatever. Ja. Wat je maar wil, dat zou ik wel heel fijn vinden. En ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven. Ja, en ik hoop ook dat dat iedereen gelukkig, gezond, mentaal, lichamelijk het jaar tegemoet gaan. En het beste jaar ever hebben. Dat we allemaal weer een beetje bij elkaar komen. Ja. Dus, toch? Thank you for kijken. 2022 voor de win, jongen. Alsof we een oud en nieuw speech geven hier. Maar het is meer een soort, ja. Nou ja, hey, dat duurt niet lang meer, hè? Nee, dat is waar. Want als jullie dit kijken, dan is het... Kerst. Ja. Oké, bedankt voor het kijken. Tot snel weer. Doei. Doei.